Welkom allemaal op de infosessie rond het stimuleringsinstrument Kunst in Opdracht in de publieke ruimte. Ik ben Katrien Lane van het platform Kunst in Opdracht. En samen met mijn collega Jasper Standaard gaan wij vandaag informatie verstrekken. Enerzijds rond de subsidielijn en anderzijds rond het gebruik van kiosk om uw aanvragen in te dienen. Straks zullen wij vragen beantwoorden die jullie via de chat kunnen introduceren. Liefst enkel vragen, algemene vragen over de subsidielijn en kiosk. Specifieke vragen over jullie projecten zelf kunnen jullie per mail sturen of via de links in op de website. Voor eerst wil ik jullie een stukje inwijden in de uitgangspunten en eigenlijk de uitdagingen die we via het stimuleringsinstrument Kunst in Opdracht in de publieke ruimte hebben willen installeren. Het stimuleringsinstrument is eigenlijk een onderdeel van een traject rond Kunst in Opdracht in de publieke ruimte. We hebben al geruime tijd van 1986 eigenlijk een decreet rond Kunst in Opdracht in gebouwen. Maar tot hiertoe, er is een soort aanpassing aan het decreet geweest in 2019. En toen leefde ook al de vraag om het toepassingsgebied uit te breiden. Maar tot hiertoe is dat niet het geval. En dus dit stimuleringsinstrument geeft ons nu de kans om het toepassingsgebied te verbreden en ook projecten in de publieke ruimte mogelijkheid te geven tot cofinanciering. En we doen dat ook omdat we merken dat de vraag naar ondersteuning en begeleiding van kunst in opdrachtprojecten in de publieke ruimte leeft. Dit blijkt sowieso uit aanvragen voor ondersteuning en informatie die we krijgen bij het platform Kunst in Opdracht, maar ook heel sterk uit een reeks onderzoeken die wij de voorbije jaren gedaan hebben. Onder meer een mappingonderzoek waarbij we allerlei aspecten en actoren van Kunst in Opdracht in de publieke ruimte in kaart hebben gebracht, maar ook het lopende onderzoek met de Universiteit Hasselt, dat wij het verkennend onderzoek noemen en dat eigenlijk inzoomt op de kansen die er zich voordoen deze tijden om in te spelen op de transities die in de publieke ruimte bezig zijn en die eigenlijk wel interessante aanleidingen kunnen zijn voor kunstenaars om in interactie te treden met het publiek domein. Maar het is ook eigenlijk een manier om het debat te stimuleren en verbindend te kunnen werken met onze leefomgeving. We denken ook dat er op bepaalde plekken in de publieke ruimte ook nood is aan verbeelding, dat dus kunstenaars een meerwaarde kunnen creëren in de publieke ruimte en zo de drempel naar hedendaagse kunst mee kunnen helpen verlagen. Ik heb er wel verwezen naar de mogelijkheid om middelen te verbinden en te combineren. Dus deze vorm van cofinanciering is misschien een hefboom om bepaalde projecten mogelijk te maken. Kunst in Opdracht is ook een werk dat zich niet alleen afspeelt van de kunstenaar met een bepaalde plek. Het is een samenwerking tussen verschillende spelers, vaak publieke dienstverleners, maar ook eventueel burgers en de kunstenaar zelf. Op die manier, eigenlijk door die samenwerking en het interageren tussen verschillende actoren en partners, kan ook een breed draagvlak ontstaan. We hebben het instrument eigenlijk opgevat, of de subsidielijn opgevat, als een open traject. Dus op verschillende tijdstippen is het mogelijk om in een aanvraag in te dienen. Dus het is niet zo dat het enkel projecten moeten zijn die nog van nul moeten beginnen, ook lopende projecten van creaties in de publieke ruimte voor een locatie of situatie komen in aanmerking. En last but not least is het door ons vooral om te doen om kunstenaars de mogelijkheid te hebben om vanuit verschillende aanleidingen in het publiek domein nieuw werk te creëren. Qua organisatievorm zijn er een aantal aspecten dat ik graag nog even verder wil toelichten. Jullie hebben waarschijnlijk al het een en het ander gelezen op de website. We hebben een expertenpanel samengesteld, dat multidisciplinair is samengesteld, omdat we dus letten op zowel de artistieke kwaliteit, maar ook op de meerwaarde voor de
publieke ruimte, zowel de stedelijke publieke ruimte als de open ruimte en het landschap. Vandaar dat er dus profielen in dat panel zitten die uit die verschillende werelden komen. Concreet gaat het om Erik Weers, de huidige Vlaams bouwmeester, professor Lisbeth Huibrechts van de Universiteit Hasselt, die een doctoraat doet over samenwerkingsverbanden in creatieve processen. Ulrike Lindmaier van Escoville, die ooit begonnen is als eerste artistiek adviseur van het team Vlaamse bouwmeester. Dirk de Wit van Kunstenpunt, het steunpunt voor kunsten in Vlaanderen. Thierry Gozes, die eigenlijk adviseur is bij stedenbeleid en ook projecten voor het Plattelandsfonds mee opvolgt bij binnenlands bestuur van de Vlaamse overheid. En tenslotte hebben we ook nog Valérie de Wallijns, die eigenlijk vooral met haar achtergrond rond landschap de focus op landschap en open ruimte mee binnenbrengt in dit panel. En tenslotte Zeynep Koubat, een kunsthistorica die verbonden is aan de Universiteit Hasselt en die eigenlijk vooral werkt rond de democratisering van kunst en cultuur. Dus dit zijn eigenlijk de 7 panelleden die zowel in de eerste als in de tweede fase van deze oproep jullie project, indien jullie aanvragen, van naderbij zullen bekijken, daar rond adviezen zullen formuleren in een eerste stap, maar ook een definitief advies aan de minister. Dus zij selecteren de projecten, zij beoordelen de aanvragen, zij staan in voor een soort kwaliteitsbewaking en zij zetten ook mee de visie en inhoudelijke krachtlijnen van het instrument mee uit. Qua procedure, zoals ik net vermeldde, doen we de selectie in 2 stappen. Dus tegen 14 juni, de laatste 12 uur, dienen jullie de projectaanvragen in. En dan loopt er dus een periode van plusminus een maand waarin de experten zich buigen over de verschillende voorstellen. Indien we een behapbaar aantal projecten hebben, gaan we eventueel ruimte voorzien om kort nog wat vragen te beantwoorden. Dus daar kan het zijn dat jullie nog vragen rondkrijgen, maar indien dat er te veel aanvragen zijn, zal dat moeilijk werkbaar zijn binnen die korte tijd. Dus we gaan echt op maat kijken naar elk van die projecten en in functie van die verschillende projecten de adviezen van de panelleden aan jullie meegeven de laatste half juli. We mikken op een heel breed gamma uit allerlei sectoren van projecten, maar ja, het gaat om het zoeken naar een meerwaarde voor de publieke ruimte die ook een zekere vorm van bovenlokale uitstraling heeft. En de rol van het platform Kunst in Opdracht is enerzijds de panelleden te ondersteunen via alle kennis en expertise en het netwerk waarover we beschikken. En anderzijds de projecten die dan zullen in haar tweede fase hun verdere ontwikkeling, die zullen we verder opvolgen, monitoren en ook bereikbaar zijn voor vragen van de verschillende aanvragers. Maar ook eens dat de projecten definitief geselecteerd worden, zijn wij aanspreekbaar voor verdere vragen en ook voor opvolging van de projecten. Kort nog eventjes een soort overzicht van de inhoud van het reglement. Dus het ziet zo dat we voor dit stimuleringsinstrument, dat kader binnen de relanceprojecten van de Vlaamse regering, wordt dus 3 miljoen euro ter beschikking gesteld, gespreid over 2021 en 2022. In 2021 hebben we dus 1 oproep die momenteel loopt. Voor 2022 zullen we afhankelijk van het budget dat van die 3 miljoen nog overblijft, ofwel nog 1 of 2 oproepen organiseren. Dat hangt daar een beetje mee samen. En als het er 2 zijn, zal het er 1 in het begin van het jaar zijn en 1 meer iets voor de zomer. Zodanig dat we heel de traject kunnen afronden tegen 2022. Jullie hebben gelezen dat er een aantal ontvankelijkheidsvoorwaarden zijn. Dat is vooral belangrijk dat je dus tijdig indient, 14 juni, 12 uur ten laatste.
dat de aanvraag in het Nederlands gebeurt, dat het dus gaat over projecten in Vlaanderen en het Brussels hoofdstedelijk gewest. Dus jullie moeten de aanvragen in kiosk indienen. Daarover zal Jasper straks verder uitleg verschaffen. Ik ga straks nog een beetje in op het type van aanvragers. Dat hou ik straks nog eventjes apart. Het is duidelijk dat we mikken op projecten die eigenlijk zeer divers zijn. Hè. Dus het soort projecten kan gelinkt zijn aan de publieke ruimte, vanuit de blik van de zorg, vanuit de blik van onderwijs, toerisme. Maar ja, het verbeteren van de eigenschappen van het publiek domein zelf, dus allerlei openbare werken of werken rond natuur en bos. Al die type projecten zijn mogelijk, mobiliteitsprojecten, dus al wat dat leeft in de maatschappij kan aanleiding zijn en kan eigenlijk leiden tot een samenwerking met een kunstenaar. Wat de timing betreft, we hebben eigenlijk in het reglement aangegeven dat dus alle projecten zijn ofwel startend of lopen geleidelijk aan verder door tijdens de aanvraagtijd. Maar voor kleine projecten tussen de 20 maximum 75.000 euro verwachten we wel dat die projecten hun realisatiedatum tegen eind 2022 valt. Voor de middelgrote projecten tussen 75.000 en 150.000 euro is dat een jaar later, hè, mogen die hun einddatum voorzien tegen eind 2023. En grote projecten, dus groter dan 150.000 euro, gaan we ervan uit dat die zeker in de loop van volgend jaar opstarten en ten laatste in 2026 klaar zijn. Want dan loopt eigenlijk onze periode af waarin dat we betalingen kunnen doen in functie van de subsidieafspraken. Over budgetstructuur en financiering ga ik straks concreter nog een aantal punten meegeven. Wat de artistieke verschijningsvormen betreft, dus dat geeft ook aan wat voor type projecten dan mogelijk zijn. Verschijningsvormen die binnen de kunsten vallen, hè, beeldende kunst, maar ook podiumkunsten of audiovisuele kunsten, literatuur, fotografie, zijn mogelijk. Dit zowel voor projecten die permanent aanwezig zullen zijn of tijdelijk, die materieel of immaterieel van aard zijn. Belangrijk is vooral dat ze ervaarbaar zijn door het publiek of voor het publiek toegankelijk zijn of op een of andere manier zintuigelijk waarneembaar zijn. En heel belangrijk, vermits dat deze subsidielijn een stukje complementair is aan het decreet kunst in opdracht, waar ik daarnet naar verwees, is het dus niet de bedoeling om kunstprojecten in te dienen die gepaard gaan met een bouwproject. Ik bedoel dan een gebouw. Dus de aanleg van publieke ruimte valt daar buiten. Dus daar kan je wel, als jullie een plein heraanleggen of wegen of bruggen of wat dan ook. Dat soort bouwwerken kunnen wel, maar niet publieke gebouwen die gebruikt worden voor scholen of ziekenhuizen. Als je concreet op dit moment aan een project bezig bent, dat een bouw of nieuwbouw is, dan ga je niet via deze subsidielijn in aanmerking kunnen komen. Uiteraard is het de bedoeling dat we subsidie verlenen aan projecten die wel degelijk de intentie hebben om gerealiseerd te worden. Voor de eerste indieningsfase, dus 14 juni, binnen 2 weken, is het nog niet nodig om een werkelijk engagement toe te voegen. Je kan de intentie van jezelf of je partners eraan toevoegen, maar het is vooral in september, de definitieve indieningsdatum, dan zal er wel degelijk verwacht worden dat er bij de aanvraag een duidelijk getekend engagement van een gemeenteraad, een raad van bestuur of wat dan ook de officiële instantie bijgevoegd zit. Ik zal misschien nog eventjes de beoordelingscriteria aangeven. Dus we gaan kijken naar het belang en de kwaliteit van de context en de opdrachtssituatie. Dat is de aanleiding. Dus dat zijn zaken waar we op zoek zijn naar zeer interessante en zo duidelijk mogelijk geformuleerde contexten en situaties.
Ook de motivatie en de kwaliteit van de globale opzet van het artistiek ontwikkelingstraject moet duidelijk zijn. Dus hoe gaan jullie tot selectie, of hoe zijn jullie tot selectie gekomen, of hoe gaan jullie dat aanpakken? Wat zijn de verschillende partners die je eventueel betrekt? Hoe ga je met de kunstenaar samenwerken? Wordt er een fair loon voorzien voor de kunstenaar? Dus er gaan allerlei stappen gezet worden om tot een realisatie te komen. Ook de productie van het werk, de omkadering, al dat soort zaken. Is het belangrijk om ons daar zicht op te geven, zodanig dat we wel degelijk kunnen oordelen hoe dat traject verloopt en hoe die ontwikkeling tot een effectief project tot stand komt. Daarbij sluit ook aan dat het om realistische en realiseerbare projecten moet gaan in combinatie met een interessant ambitieniveau. En een laatste beoordelingscriteria is die sterkte van de inhoudelijke samenwerkingsverbanden of cross-sectorale verbindingen die er via het project gelegd worden. Dus dat kan gaan over heel concrete samenwerkingen, maar dat kan ook gaan over de kunstenaar die ingaat op bepaalde sectorale, op bepaalde aspecten van een sector in verbinding met het publiek domein. Het procesverloop heb ik daarnet al even aangegeven. Dus het gaat over het indienen van de dossiers in deze oproep tegen 14 juni 12 uur. En dan gaat het panel aan de slag. Kunnen jullie eventueel zich verwachten aan een uitnodiging om kort nog wat vragen te beantwoorden over het project. En dan tegen de laatste half juli wordt jullie een soort advies meegegeven of meegedeeld dat het project niet weerhouden is. En dan tegen 13 september zal dan de tweede indieningsdatum vallen, waarbij dat we dan mikken op effectieve presentaties in de tweede helft van september. Dan volgt in de eerste helft van oktober het advies dat geformuleerd wordt aan de minister. En we gaan ervan uit tegen eind oktober de minister kan beslissen. Maar dan zullen we ook zien hoe dat die communicatie daar rond dient te verlopen. Dus wat we ook wensen te onderstrepen is dat jullie zeker voor verschillende stappen die gezet moeten worden in die ontwikkeling beroep kunnen doen op externe artistieke omkadering en begeleiding en dat we daar ook graag de aandacht op vestigen. Zoals daarnet aangegeven, nog even kort inzoomen op wie kan er indienen, wie zijn de opdrachtgevers. Dus dat zijn eigenlijk publieke en semi-publieke dienstverleners met een rechtspersoonlijkheid, die vooral wat ons betreft garant kunnen staan voor de effectieve realisatie, zowel eventueel het financiële luik, het aspect van toelating indien dat nodig is, of organisatorisch en inhoudelijk. Dat neemt niet weg, dus dat in de partners een kunstenaar een partner kan zijn, of zelfs misschien de initiatiefnemer kan zijn, maar dan dient hij zich dus te verbinden met een VZW of een organisatie of een lokaal bestuur of provinciaal bestuur of een dienst van de Vlaamse overheid die effectief enerzijds vooral naar de financiën zorgt dat er 50% middelen reeds meegedeeld worden en waarbij dat dan naar gelang de noden extra middelen via een subsidielijn kunnen aangevraagd kan worden. Diensten van een lokaal bestuur beschouwen wij bijvoorbeeld ook als samenwerkingsverband. Dus een cultuurdienst die samenwerkt met een dienst openbare werken of groendienst of andere diensten. Die samenwerkingen beschouwen wij ook als een soort van verbinden van verschillende sectoren, omdat dit een van de zaken is dat we merken dat tot kwaliteit van projecten leidt als verschillende actoren met verschillende achtergrond samenwerken rond de realisatie van een kunstwerk in de publieke ruimte. En een aanvrager, dus bijvoorbeeld een stad of gemeente, kan één of meerdere projecten indienen met dezelfde of met andere partners. Wat kan er allemaal gefinancierd worden? Dus het gaat echt van A tot Z. Dus alle middelen die je nodig hebt rond analyse van de context, visieontwikkeling, het betalen van een kunstenaar voor zijn ontwerp, het inzetten van
een deskundige voor advies of voor begeleiding of bemiddeling. Uiteraard de productie en realisatie vallen eigenlijk binnen die subsidielijn en kan je dus als totaalbudget formuleren. Ja, ik denk dat ik ongeveer rond ben met het stukje overlopen van de aspecten van het reglement en de contouren van het stimuleringsinstrument dat we opgezet hebben. Dus ik geef nu graag het woord aan Jasper Standaert om wat dieper in te gaan op Kiosk. Ja, hallo, goedemiddag. Ja. Ik ga nog even verder met de praktische kant van de zaak. Dus hoe een aanvraag in te dienen op Kiosk. Daarvoor is het belangrijkste uiteraard de link www.kiosk.vlaanderen.be. Dus, zal de PowerPoint opnieuw moeten delen. Ah, excuseer. Geen probleem. Alright. Dus zoals ik zei, de link www.kiosk.vlaanderen.be, dat is de algemene link om aan te melden op het webplatform waar alle subsidies kunnen ingediend worden. Ook daar kan de aanvrager een account aanmaken indien dat nog niet gebeurd is. Een tweede belangrijke locatie online is onze website, waar dus voor alle mogelijke situaties, alle mogelijke organisaties of aanvragers handleidingen beschikbaar zijn. Over hoe aan te melden op Kiosk, over hoe je ook andere mensen toegang kan geven tot de dossiers die aangemaakt worden op Kiosk. Dus je kan ook met meerdere mensen samenwerken. En al die informatie is terug te vinden op onze website via specifieke handleidingen. Er zijn ook filmpjes beschikbaar of korte steekkaarten in pdf-vorm. Wat ik in deze presentatie vooral wil doen, is jullie daar een beetje wegwijzer maken en vooral focussen op de indiening voor het stimuleringsinstrument. En zoals Katrien al aanhaalde, is dat dus enkel mogelijk als organisatie. Dus de organisatie die instaat voor de financiering en door het engagement, die zal ook de aanvraag moeten initiëren via Kiosk. Hoe werkt Kiosk? Dus sinds eind april werken wij via de digitale sleutels van de Vlaamse overheid, dus het toegangs- en gebruikersbeheer. De meesten onder jullie zullen het scherm aan de rechterkant waarschijnlijk wel herkennen. Dus dat zijn de gebruikelijke vormen om aan te melden via een kaartlezer, via de It's Me app op de gsm, via het federaal token, dat kan ook nog steeds. Wanneer je dus wilt inloggen als organisatie, zal je dus op dit scherm terechtkomen en via de ID-kaart krijgen wettelijke vertegenwoordigers zoals zaakvoerders, bestuurders of de stichtende leden die in het KBO zijn opgenomen. Zij krijgen automatisch van rechtswege toegang op de account op Kiosk. Vertegenwoordigers zijn dus degenen die in de KBO zijn opgenomen. Wil je andere mensen uit dezelfde organisatie of uit andere organisaties toevoegen, dan moet er gebruik gemaakt worden van de self-service mandatenbeheer. Ook daarvan zijn de links beschikbaar via onze website. En daar kan je opnieuw via dezelfde aanlogmethodes ook andere natuurlijke personen toegang geven als vertegenwoordiger van de organisatie die een aanvraag indient. Het ID-systeem, het e-ID-systeem is Vlaams breed. Dus indien daar problemen zijn met het aanmelden of aanmaken van een account, verwijs ik naar de hulplijn 1700, die dus elke weekdag van 9 uur 's ochtends tot 7 uur 's avonds ter beschikking is. Heb je eerder vragen rond de kioskvertegenwoordiging zelf of rond de specifieke inlogmethodes van Kiosk, dus niet met EID te maken, maar specifiek rond Kiosk, dan kan je terecht via de contactformulier op Kiosk of via de website van CM. Dit zijn enkele schermen die een beetje een zicht geven van wat je moet doorlopen eens die EID-procedure doorlopen is. Dus eens je succesvol bent aangemeld via de EID, dan kom je op het scherm linksboven terecht, waar je kan kiezen voor ofwel jezelf als natuurlijke persoon ofwel een van de organisaties waarmee je verbonden bent.
Voor deze subsidie is het dus zeer belangrijk dat je een organisatie aanduidt. Een natuurlijke persoon zal niet kunnen een dossier aanmaken voor het stimuleringsinstrument. Wanneer je als organisatie bent aangemeld, dan kom je op het scherm terecht waar je kiosk ziet staan. En kan je dus ook een nieuw dossier aanmaken door op de knop te klikken. En dan kom je op het lijstje terecht waar je de stimuleringsinstrument kunst en opdracht dient aan te klikken. En na het klikken op opslaan zal het dossier in je lijst op kiosk verschijnen. En vanaf dat moment kan je eigenlijk telkens opnieuw inloggen, uitloggen in kiosk en verder werken aan het dossier dat je hebt opgestart. Zo ziet het scherm van het aanvraagdossier er in het algemeen uit. Dus er zijn een aantal schermen, die zie je links opgestomd. Dus gegevens van de opdrachtgever, informatie over het project, de samenwerking, de begroting en de bijlagen. Dat zijn dus de vijf schermen die moeten, de vier schermen die moeten doorlopen worden. Bovenaan zie je ook huidig document. Dus als je daarop klikt, kom je steeds terecht bij de aanvraag. Bij dossierverloop zal je de volgende stappen vinden. En dan contactgegevens en betalingsgegevens. Dat zijn twee schermen die voor het account algemeen zijn. Die moeten dus ook aangevuld worden indien daar nog niets is aangevuld voor de aanvraag van een andere subsidie bijvoorbeeld. Het invullen van de aanvraag is dus zoals gezegd, het zijn vijf schermen met vragen en oplaadvelden. Het laatste scherm, dus de bijlagen, zijn enkel oplaadvelden met een maximale oplaadcapaciteit van 15 megabyte. En dan nog de contact- en betalingsgegevens. Dus in het eerste scherm wordt er gepeild naar de algemene informatie over de aanvrager, met in het bijzonder dan de organisatie, de rechtspersoonlijkheid, dergelijke meer. In het tweede scherm zijn het tekstvakken die moeten aangevuld worden, telkens met een beschrijving van het project, de omkadering van het project, de visie en ambitie, hoe de samenwerking zal verlopen en hoe de timing zal verlopen. Dat is eigenlijk hetgene waar Katrien heeft naar verwezen in de presentatie hiervoor. Het scherm daarna, daar kan je de samenwerkingsverbanden toevoegen. Daar zal ik op de volgende dia ietsje specifieker op ingaan, want dat is misschien het meest complexe scherm om in te vullen. Dan is er nog een scherm waar eigenlijk de overzicht van de financiering dient aangevuld te worden. En dan met name de 50% eigen inbreng of inbreng van andere overheden, die moet aangetoond worden. En dan dus het scherm voor alle bijlagen. De drie knoppen bewaren, controleren en indienen, daar wil ik ook nog even op wijzen. Dat zijn wel belangrijke knoppen. Ik ga nog even terug naar de vorige dia. Je ziet die daar staan bovenaan. Ik raad aan om telkens na het invullen van een scherm toch tenminste één keer op bewaar te klikken, zodat je zeker geen werk kwijtraakt. Wanneer de aanvraag volledig is ingediend, dus alle vijf schermen zijn doorlopen, dan kan je op controleer je formulier klikken. En dan zal je dus ook een foutlijst krijgen indien er nog zaken moeten aangevuld worden. Dus die foutenlijst zal ook een overzicht geven van niet alleen de vijf schermen die hier staan, maar ook de informatie die nog moet aangevuld worden, bijvoorbeeld bij de contactgegevens of de betalingsgegevens. Wanneer je op controleer je formulier hebt geklikt en je ziet dat er geen fouten meer zijn, dan kan je op indienen klikken en dan krijg je ook meteen een automatische bevestigingsmail van het feit dat de aanvraag goed of correct is ingediend. En dan ga ik nog even in op het scherm van samenwerking. Dus op het veld bij het scherm van samenwerking, daar kan je dus verschillende partners toevoegen. Hoe doe je dat? Je vult eigenlijk per partner alle velden in die verplicht zijn. Dus daar staat een rood sterretje aangegeven. Indien het gaat over een natuurlijke persoon, bijvoorbeeld de kunstenaar, dan is een ondernemingsnummer niet verplicht. Bij alle andere organisaties met rechtspersoonlijkheid vragen we wel om het ondernemingsnummer aan te vullen. Eens alles is ingevuld van deze lijst, kan je onderaan op de knop ingevulde gegevens toevoegen klikken. Dan zal de partner ook in het lijstje onderaan terechtkomen. Je ziet daar al testpartners staan. Dus dat is al een ingevuld voorbeeld. En deze stap kan je eigenlijk zoveel als nodig herhalen voor de andere partners in het project. Stel, je hebt een fout gemaakt, dan kan je nog steeds onderaan via het kruisje de partner terugverwijderen. Zo, dat is in het kort hoe de procedure of de aanvraagprocedure op kiosk eruit ziet. Voor inhoudelijke vragen kunnen jullie terecht via het algemeen mailadres platform kunst en opdracht @vlaanderen.be. Maar zoals gezegd, heb je problemen met de EID, dan verwijzen we naar de hulplijn 1700 van de Vlaamse overheid.
Goed, dan denk ik dat we nu nog over kunnen gaan naar de vragen, als die er zijn. Maar ik zie momenteel... ik zal misschien het woord teruggeven aan Katrien. Maar haar mijn microfoon stond af, excuseer. Dus ik heb inderdaad één vraag zien staan in verband met... dus ik zal ze even voorlezen. Kan er een projectidee ingediend worden zonder dat er al een concrete samenwerking is met een kunstenaar? Dat kan uiteraard. Hè, dus je kan eigenlijk... Het aanvraagdossier zo opvatten dat je eigenlijk alle elementen invult, zoals je eigenlijk het project ziet. Hè. Wat is de aanleiding? Waarom denk je aan? Waar is jouw idee op gebaseerd? Of welke context in de publieke ruimte lijkt jullie interessant om rond te werken? En daarin kan je dan ook de ambitie of ook het kader schetsen waarin dat je alle stappen wil gaan zetten om tot een selectie te komen dan van een kunstenaar bijvoorbeeld. Dus dat soort elementen kunnen eigenlijk vanuit hoe dat je het project opvat en welke, ja, hoe sumier ze ook nog zijn en hoe embryonaal het idee nog is, kan je eigenlijk proberen in die verschillende tekstvakken die Jasper zo net heeft overlopen, het project beschrijven, de verschillende stappen die je wil zetten, of je een begeleiding wel wenst in te zetten, waarom. En dus zoveel mogelijk informatie zodanig dat de panelleden goed kunnen inschatten wat de potentie eigenlijk is van dat project. En eigenlijk ook misschien nog advies kunnen geven over de ontwikkeling die jullie nog moeten doormaken. Want dat is uiteindelijk de kern van zo'n traject Kunst in Opdracht, dat je eigenlijk een hele ontwikkeling doormaakt van... De kiem, zoals je het hier formuleert, die persoon, iets dat embryonaal een idee is, of dat potentieel ergens interessant bevonden wordt in de publieke ruimte om een kunstenaar op in te zetten, zodanig dat het echt een traject kan zijn, of een heel samenwerkingstraject kan zijn met een kunstenaar of andere partners die je er eventueel wil bij betrekken. Ik zie dat er ook een vraag staat, wat bedoel je met bovenlokale uitstraling? Hoe ver zou die moeten gaan? Ja, het is nu niet zo dat we daar expliciet mee bedoelen dat er alleen maar projecten moeten gerealiseerd worden die ver boven de grenzen van de gemeente aantrekking moeten hebben of als het ware toeristenstromen naar daar moeten lokken, zoals bijvoorbeeld het Doorkijkkerkje in Borgloon, hè, waar dan nu zoveel rond te doen is, dat is zeker niet de bedoeling. Het gaat hem vooral over dat je toch probeert om met je project de ambitie zo hoog mogelijk te leggen, hè, van artistiek op een goed niveau te zitten. En eigenlijk niet puur lokaal, want daarvoor zijn andere instrumenten, hè, dat is eigenlijk vooral het onderscheid, er zijn andere instrumenten binnen Vlaamse overheid, waar dat eigenlijk meer op lokaal niveau gewerkt wordt. Dus vandaar, het is een meerwaarde die zowel naar het publiek domein gegenereerd kan worden. Hè. De publieke ruimte wordt breed gebruikt, niet alleen door een lokale bevolking, maar ook door passanten. En anderzijds heb je die artistieke ambitie waar dat je voor moet gaan en die dus zeker... moet streven naar een kwalitatief eindproject. Ik weet niet... Kunnen jullie een zicht geven op de slaagkansen voor beide rondes? Als je in de eerste ronde een go krijgt, heb je dan veel kansen op een go in de tweede ronde? Ja, dat is moeilijk om daarop voorbij... om daar voorafnames op te maken. Hè. Het is de eerste keer dat we deze subsidielijn organiseren. Maar we gaan er wel vanuit als het expertenpanel ambitie en potentieel ziet in een project in de eerste ronde. En dus inderdaad met een zeker adviezen en richtlijnen het ontwikkelingstraject
interessant vindt om verder gezet te worden, dan lijkt het mij inderdaad, tenzij dat dus bij het tweede indieningsmoment in september niet voldaan wordt aan de zaken die gevraagd worden, zoals bijvoorbeeld dat engagement, zoals de vragen tot verdere uitdieping die in die richtlijnen en advies zullen zitten, dan lijkt mij wel dat de kans groot is dat project sowieso doorgaat. Maar echt slaagpercentages kan ik daar eigenlijk niet op zetten. Aandeel van eigen middelen voor het project. Het is duidelijk dat we dus maximum 50% subsidiëren. Dus meer dan 50% kan je niet aanvragen. Dus als je 20.000 euro, als je project 50.000 euro in zijn geheel is bijvoorbeeld, kan je maximum 25.000 euro aanvragen. Dus daar zou ik zeggen, kijk nog eens goed naar de formulering, maar het gaat echt over maximum 50% subsidiëring van het samenbrengen van verschillende partners. Het kan zijn dat je als initiatiefnemer, en om het voorbeeld van de 50.000 euro te nemen, 20 of 25.000 euro heeft ter beschikking of veil hebt voor het project en je vindt een partner die ook 25.000 euro wil investeren in het project, dan hebben jullie samen 50. Dan moet ik eigenlijk het doortrekken naar 100.000 euro. Maar ik geloof dat jullie snappen wat ik bedoel. Dus het gaat over het samenbrengen van middelen, ofwel door één partner, ofwel door meerdere. En daartegenover kan deze subsidielijn maximum nog eens evenveel van die som tegenover plaatsen. Tijdens de aanvraag... dus daar heeft Jasper blijkbaar al op geantwoord. Kan iemand van de aanvragende organisatie zelf, die kunstenaar is in bijberoep, de kunstenaarsrol innemen? Of is dit belangenvermenging? Ik denk dat als je zegt dat je een organisatie bent die eigenlijk rechtspersoonlijkheid heeft, dat bedoel je, en je bent kunstenaar, dan gaat het bij dit soort aanvraag vooral beoordeeld worden op wie dat de partners zijn. En dan moeten de partners eigenlijk andere sectoren of sociale medepartners zijn die de meerwaarde voor de publieke ruimte dan vertegenwoordigen. Op die manier kan een kunstenaar die een organisatie heeft wel degelijk ook aanvrager zijn, middelen inbrengen, maar zal er vooral gekeken worden met wie hij samenwerkt of zij samenwerkt om het project op gang te brengen. Hoe kan de 50% verdeeld worden over de partner? Is dat helemaal vrij te kiezen? Ook bijvoorbeeld een partner die 0% bijdraagt. Dat kan zeker. Dus wij kijken eigenlijk vooral naar, is het totaal budget, wat is het totaal budget en wat is de inbreng van één, of als er een partner is die 0% inbrengt, ons niet gelaten, maar dan zal de aanvrager de 50% wel degelijk zelf moeten kunnen inbrengen in het project. Dus de samenwerkingsverbanden kunnen financieel zijn, met andere woorden, maar kunnen ook inhoudelijk zijn of organisatorisch of expertise inbreng zijn of artistiek zijn. Dus die samenwerkingsverbanden slaan niet louter op het financiële. Mag de inbreng ook in natura zijn? Nee, dus we gaan echt wel uit van financiële. Dus je kan in natura ook bepaalde projecten indienen, maar het gaat wel degelijk over het samenbrengen van financiële middelen. En als daar nog in natura, als ik veronderstel dat daar dan over een sponsor nagedacht wordt, als die ook bijvoorbeeld bepaalde dingen betaalt, materialen inbrengt, dat wordt eigenlijk niet beschouwd als een... als een onderdeel van de financiering. Denk dat ik momenteel geen andere vragen meer zie. Dus als we daarmee rond zijn of niemand geen extra vragen meer heeft, dan denk ik dat we de infosessie hierbij kunnen afsluiten. En dan bedank ik jullie van harte en ook mijn collega's voor de ondersteuning en de interesse. En wens ik jullie veel succes en hoop ik dat jullie interessante projecten indienen 14 juni.
Tot ziens. Dag.